Mag ik een klein interview van u? Wat is uw naam? Mijn naam is Ad Lauwer. Ad Lauwer, en ik heb begrepen dat u opdracht gegeven hebt om hier de Hoogstraat enigszins te gaan renoveren, zodat het er beter uit komt te zien. Nee. Wij hebben opdracht gekregen om de Hoogstraat te helpen opknappen. Dus, en de opdrachtgever zijn deze meneren die hier staan. En wij hebben alleen het bouwkundige gedaan, dus we hebben alle kozijnen eruit gehaald, alle oude kozijnen en alles gesloopt. En we hebben nieuwe kozijnen erin gemaakt en we hebben nieuwe luifel geplaatst. Veel werk moet er geweest zijn. Ja, dat is heel veel werk geweest. Dus. Nog steeds? Ja. Op een oor na zijn we klaar. Oh ja. En er moeten ook winkels weg, hè? Er zijn ook winkels, de poffertjeskraam moet ook weg. Oh, dan weet ik niet. Ik vind het bezopen, maar hij schijnt weg te moeten, ja. Ja, maar goed, ik weet het niet, jij vraagt het aan mij, maar ik weet het niet. Oh, laat me bij. Ja, dus dat, ik weet het niet. Oh, en wanneer verwacht u dat dit klaar is? Wanneer je helemaal klaar bent, zeg maar. Wacht, volgende week helemaal klaar te zijn hier dan. Volgende week al? Ja. Heel snel. Ja, zeker snel. Ja. Ja. Ja, hè? Oké. Ja. Oké, nou, ik heb nog één vraagje. Heeft u een website? En? Bezit van? Nee, we hebben geen website. Oh, jammer. Dat is jammer. Dus die kan ik niet melden aan je? Nee, dat gaat niet. Ja? Oké. Oké, dankjewel, hè. Nou, en heel veel succes. Ja, bedankt. Dank wel. Namens het bestuur, namens de hele VVE van de Hoogstraat 135-175, van harte welkom. Ik heb iedereen bijna persoonlijk de hand gedrukt bij de officiële opening van datgene waar we pakweg 4,5 jaar geleden aan begonnen zijn. Ik wil toch de gelegenheid even gebruiken om heel kort die 4,5 jaar met jullie door te nemen. Om vervolgens het woord te geven aan Hamid Karakus, welkom wethouder in Rotterdam. Welkom ook hier op de Hoofdstraat. Om vervolgens aan hem nog een kleine reactie te vragen. En om vervolgens een officiële openingshandeling te gaan verrichten. 4,5 jaar wel de Hoofdstraat in een paar minuten. 15 eigenaren, 25 units, pakweg 26 of 27 huurders. Een project waar iedereen van zei toen we eraan begonnen, het is onmogelijk, het zou je nooit lukken om dat te realiseren. Dat het uiteindelijk wel vandaag gerealiseerd is, heeft te maken met het doorzettingsvermogen van de eigenaren. Want uiteindelijk zijn zij met z'n allen zover gegaan dat ze bereid zijn geweest om geld te investeren in een project wat vooral voor iedereen een stap in het duister was. We doen iets met elkaar, maar is dat dan datgene wat we gaan doen wat uiteindelijk de waarde van ons pand, de waarde in de toekomst in ieder geval gaat vermeerderen? Tweede, hadden we een discussie met, toen wij eenmaal ja gezegd hadden tegen ontwerp, met aannemers. Het was in de tijd, dat is wat anders dan dit moment, dat het in ieder geval conjunctureel zo goed was dat aannemers hun neus een beetje ophaalden voor een zo ingewikkeld project. Wij zijn uiteindelijk vreselijk blij dat we lang gedaan hebben over die keuze. Omdat we op het allerlaatste moment pas met de gebroeders Verschoor Pernis in contact zijn gekomen. Waar we uiteindelijk een uitstekend contact mee hadden en die ons een prachtige aanbieding deden voor dit project. En wij zijn heel tevreden dat we hun uiteindelijk gekozen hebben. Toen we eenmaal de aannemer hadden, toen moesten we vervolgens nog met de ondernemers een hele discussie voeren. Want zij waren uiteindelijk degene die pakweg een maand of 4, 5 hun winkel moeilijk niet nauwelijks toegankelijk zouden zien en daarmee ook geconfronteerd zouden worden met omzetverliezen, in ieder geval met problemen in hun winkel. In mijn dank wil ik eerst bij hun stilstaan. Ik denk dat dit project met eigenaren, met een aannemer had kunnen lukken, maar als we niet alle medewerking hadden gehad van de ondernemers, dan was het probleem nog veel groter geweest. Een woord van dank aan hun, omdat zij uiteindelijk direct in hun portemonnee gevoeld hebben wat het is om in een werkende situatie zo'n grote renovatie te doen. En wij zijn erg blij dat zij aan alle kanten hebben meegewerkt. Tweede woord van dank aan de aannemer, aan Gebroeders Bel, aan de aannemersbedrijf Verschoor in zijn totaliteit. Zo'n project is niet te doen zonder een uitvoerder die gevoel heeft voor de situatie en die eigenlijk
als een soort elastiek bungelt tussen het belang van eigenaren, het belang van zijn baas en het belang van die ondernemers. De mensen die daarvoor gewerkt hebben, complimenten, vreselijk flexibel, ontzettend veel inzet en uiteindelijk ook een resultaat waar we vreselijk trots op mogen zijn. Last but not least, de vereniging van eigenaren die het uiteindelijk ook mogelijk gemaakt heeft, die het vertrouwen heeft gegeven aan een drietal bestuursleden om die kar te trekken. En wij zijn blij met dat vertrouwen. Als allerlaatste en misschien wel hele belangrijke partij de gemeente Rotterdam, die op het moment dat wij eigenlijk stonden op het punt van zullen we nou al doorgaan of haken we af, kwamen we met een briljant idee. En dat heette de Groeibriljant, wat ons in ieder geval het mogelijk gemaakt heeft om binnen het kostenaspect wat we hadden, dit project mogelijk te maken. En het was voor ons, toen wij eenmaal die Groeibriljante status kregen, een extra uitdaging om het project te gaan realiseren. Wij zijn heel blij dat het klaar is. De architect Matthias Veen ook denk ik de slapeloze nachten gehad. Want het is uiteindelijk zijn handtekening ongeveer die op een mooie plek in de stad neer heeft gezet. Een project waar we met z'n allen vreselijk trots op zijn dat we het realiseren. En blij dat jullie er allemaal zijn. Ik wil graag Hamid uitnodigen om wellicht nog een kort woordje tot ons te richten. En hem dan uitnodigen om een openingshandeling te richten. En dan moeten we wel allemaal naar buiten en wellicht even de regen in om dat goed mee te kunnen maken. Hamid. Ja, zeker een applausje. Zeker, hè? Guus, dankjewel. Dank voor je woorden. Ik denk dat ik ook daarmee moet beginnen te bedanken de winkeliers, uiteraard. Een ingewikkeld traject lijkt het. En je hebt altijd mensen nodig die daarvoor willen gaan. En de chemie voelde ik hier. Ik had ook alle vertrouwen in. We hebben daar twee keer over gesproken. Eén keer was het geldprobleem, een andere keer was het van hoe gaan we dat doen. En ik heb ook gevoeld, onze projectleidster staat erachter. Die wil ik ook in het bijzonder benoemen, want ook daar zit natuurlijk enorme chemie. Je moet mensen hebben die voor dit gebied willen gaan. En dat is ook belangrijk, dat is een cultuurhistorische waarde. Rotterdam, hier geboren. En ik heb vanaf het begin van de periode dat ik aangesteld was, ik vond het belangrijk dat binnenstad goed op gang komt. En het begint hier. En gelukkig hebben we dat met elkaar goed voor elkaar, want dit is klaar. Andere kant hadden we net een discussie, gaan we binnenkort zeker beginnen. Marktkant komt. Hufpand wordt gerenoveerd. We hebben daar een schitterende poffertjeskraam nog staan. Waar we nog een discussie over hebben. Daar komen we uit. Het is ook een waardevol voor de stad. Dat moet behouden blijven. Maar aan de andere kant is ook belangrijk dat we Hoek, waar de Bramladage nog zit, ook dat pand moet aangepakt worden. En daarna kunnen we in 2009, kijk even onze projectleidster aan, starten met de buitenruimte. Want dat vind ik wel ook wel cruciaal. Dat moet gewoon een enorme impuls krijgen. Al met al, blij met de inzet. Chemie is er. Laten we daarmee doorgaan. En laten we gewoon een schitterende stad maken. En nog aantrekkelijker dan het nu is. Dankjewel. Mag ik u allen uitnodigen om ons te volgen. En dan gaan wij bij die champagnefles een handeling verrichten. Jij bent er al op. Oké. Dan ga ik gaan. Ja, weet ik. Zal ik de... Ja. Dat is belangrijk.